dit moment is de Limburgse wijnoogst volop aan de gang. Limburg kent slechts een handvol professionele wijnboeren. Toch gaat het goed in de sector. De prijzen voor kwaliteitswijnen liggen hoog en dus is de winst ook hoog. We beginnen nu zo dat aroma van die chardonnay te voelen, maar het is toch wel wat vroeg daarvoor. Professor Gieslij Hoube van de U Hasselt, zelf een wijnbouwer, onderzocht de economische rentabiliteit van de Limburgse wijnbouw. Limburg moet vooral blijven inzetten op kwaliteit. In België en Nederland hebben de wijnen toch nog altijd een aanvaardbaar prijsniveau overeenkomstig de kwaliteit die er geboden wordt. Maar anderzijds heeft de studie ook wel opgeleverd dat we daar zeer zorgvuldig mee moeten omgaan. Het is niet al goud wat blinkt, maar als we in de toekomst erin slagen om het aanbod in een goede verhouding te laten meegroeien met de vraag naar de wijn, dan denk ik wel dat er mogelijkheden zitten voor deze sector in Limburg. Het wijnkasteel van Genoelselderen ligt prachtig in de ochtendzon. Jaap van Rennes kocht 20 jaar geleden dit domein om zich te wijden aan zijn passie. De bedoeling was om het mooi te restaureren en er voor de rest rustig te gaan leven, eventueel. Of het te verkopen, een ander kasteeltje te kopen. En in 2 maanden is het idee gekomen van wijnbouw. Wijn drinken, dat deden we ons heel leven aan, dat was onze grote hobby. En wijn verzamelen en zoiets allemaal. Maar wijnbouw, dat was wat anders. En dat was de nieuwe uitdaging. Toen hebben we gezegd, ik ga met wijnbouw beginnen. En nu kunnen we onze passie helemaal uitleven in de wijnbouw. En proberen wijn te maken waar België trots op is. Daar zijn we buiten. En dat lukt, mag ik zeggen, vrij aardig. Om de kwaliteit een beetje te verhogen, dat kost veel geld. Ja. Dat kost veel geld. Dat is... Die laatste procenten, die maken het eigenlijk. Maar die zijn kostprijsmatig ook ongelooflijk zwaar om dragen. Hè? Ja. Jaap investeert fors in zijn bedrijf. Niet alleen in de uitbreiding van het aantal hectare wijngaard, maar ook in een doorgedreven automatisering. Ik durf te zeggen dat Wijnkasteel Genoelselderen een van de technisch een van de modernste wijndomeinen is wereldwijd. We bezoeken alle beurzen, we hebben hele goede relaties, vooral in de Bourgogne, waar wij het meeste van moeten leren. En wij lopen voorop in de ontwikkeling van die moderniteit. Het gaat heel snel en dat willen we, kost wat kost, dat willen we bijhouden en dat doen we ook. We maken zoveel winst dat we snel kunnen afschrijven en ook op tijd kunnen investeren in weer moderne apparatuur. Dat is belangrijk. We rekenen ook dat één keer in de 10 jaar de oogst voor 100% mislukt of 2 keer voor de helft mislukt. We rekenen 10% als oninbare oogst, dat is gewoon reëel. Voor Jaap en zijn familie is de investering in het domein een belegging op lange termijn. Je moet kapitaalskrachtig zijn, dat klopt. Ik zeg altijd, voor de grap, ik was rijk toen ik hier naartoe kwam en nu ben ik arm. Maar ik ben natuurlijk niet arm. Ik heb wel een heel groot gedeelte van het vermogen dat we hadden geïnvesteerd in de wijnbouw van dat kasteel. Niet alleen in de restauratie, maar in de wijnbouw. Een wijnbouwbedrijf en de investering in een wijnbouwbedrijf is zeer omvangrijk. Daarbij komt dus dat ook het een zeer kapitaalsintensieve sector is. Dus de drempel ligt daar vrij hoog. Niet tegenstaande dat, moeten we ook kijken, er is een positief rendement in de sector te halen. Maar wat we niet mogen vergeten is dat het om lange termijn investeringen gaat. Dat betekent dat we zeker de eerste 10 jaar geen rendement van een investering moeten verwachten. Maar als je nou, dit is lange termijn politiek, als je nou weet dat het op den duur, als je ervan overtuigd bent, als je alles perfect doet, goede medewerkers hebt, dat je hier wereldwijn kunt maken van topkwaliteit. Als je daarvan overtuigd bent, dan wordt dit ooit een heel goed renderend bedrijf. Maar de tijd dat we verdiend hebben wat gekost heeft, zal ik niet meer meemaken. Hoef ook niet, interesseert me niet. Wat kun je nog mooier doen met geld als het in een wijndomein investeren waar je met hart en ziel aan kunt werken? Waar je dochter helemaal verliefd van is, waar je schoonzoon helemaal gek van is, waar de kleinkinderen al trots zijn op de wijn die we maken. Wat is nog mooier? Ook domein Aldenijk van Karel Henkes gaat de komende jaren nog fors uitbreiden, van 6 naar 10 hectare.
Dit is zo'n soort filter hoe het er dan doorkomt, zodanig dat je in dat glaas dat we klare wijn schenken. Hè. Want uiteindelijk is dat toch de bedoeling dat we niet alleen lekkere wijn schenken, maar ook klare. Dan gaan we nu naar dat andere wijnhuis. Karel zet eenmaal per jaar de deuren van zijn wijndomein open voor het grote publiek. Zo kunnen toeristen en klanten kennis maken met zijn passie. Wij hebben een schitterend klimaat hier. Het is hier net altijd iets droger dan in de rest van het land. De Maasvallei is een van de droogste gebieden in heel de Benelux. Verder hebben we de uitermate geschikte ondergrond voor met name de Pinot-rassen. En dat is hier de kiezel en de grind die toch dat karakter geven aan onze wijnen. En ja, zelf zal ik er ook wel voor een stukje tussen zitten, denk ik. Maar dat zorgt er wel voor dat we deze wijnen op niveau kunnen maken. En dan kijk dat zaap heen ingepompt weer. En dan mocht je even goed slopen. Dat is rust. De Limburgse wijnen verkopen goed. De wijnvoorraden zijn zo goed als meteen uitverkocht. Het is tot nu toe zo geweest dat we onze wijnvoorraad altijd hebben verkocht voor de volgende botteling. En dat was zo een op genoelselderen als al onze andere collega's, Schorpion, maar ook in Nederlands Limburg, Apostelhoeve, Torren, Wijngaarsberg, noem maar op. Die had allemaal wijnbedrijven met een tekort aan wijn. Dat wil zeggen dat ze geen jaar rond kunnen leveren. Om economisch rendabel te zijn, moet je niet altijd een groot kasteel of domein hebben. Dat bewijzen de broers Wilfried en Robrecht Scorpion in Vliermaal. Zij hebben van een hobby hun beroep gemaakt. Van rabarberwijn tot kwaliteitswijn. Wij doen alles zelf. Dus van het akkeren van de grond tot het plakken van de etiketten. Ook het onderhoud van de tractoren, de pers hebben we zelf gebouwd. Dan is dat te doen. Maar natuurlijk, hoe meer dat je uitgeeft aan anderen, aan loonwerkers, hoe meer hectare je natuurlijk nodig hebt om zelf genoeg werk te hebben. Met 2 hectare maken ze 10.000 flessen mousserende wijn. En voor het vierde jaar op rij vallen de broers in de prijzen. Dat is eigenlijk de Vlaamse sommeliers die ieder jaar al de Belgische wijnen verzamelt en blind proeft. Daar zijn we nu ons best in uitgekomen. In de categorie witte wijn was de eerste prijs dit jaar voor de Pinot Blanc van het Pietershof uit Teuven in de Voerstreek. De wijnbouw in Limburg heeft dus perspectief. Daarom organiseert Sintra Limburg samen met de sector een cursus wijnbouwer. Ik doe dan meer de praktijklessen. Ik wil de mensen toch een beetje bijbrengen qua snoei, loofwandbeheer, al die technische zaken eigenlijk. Het is zeer belangrijk dat wij wijnboeren hebben hier in het Limburgse die goede wijnen maken. Dat zijn nooit concurrenten, dat zijn collega's. We hebben alleen maar concurrentie van mensen die slechte wijn maken. Vandaar dat ik mij ook geëngageerd heb om samen met Geurt de wijnbouwopleiding te verzorgen en toch de mensen een beetje bij te brengen. Zo worden toekomstige wijnboeren opgeleid om te komen tot een op- en top professionele wijnsector in de EU-regio. Dank u.